Hallo, welkom terug van mijn kanaal van Christpoelkaars. Nou, we gaan het over hebben over kerst. Nou, de kerst is bijna begonnen. Maar ik wil wel vertellen bij kerst. Want ik ga vertellen wat ik ga doen. Eerst kerstdag doe ik mijn eigen gezin. En daarna ga ik met mijn hele familie kerst vieren, gaan we lekker eten. En twee kerstdag ga ik misschien naar mijn vriendin. En ga ik ook vieren en lekker eten. En volgende dag ga ik naar mijn vrienden. En dan ga ik ook lekker eten. Ik maak foto's van de kerst. En dan ga ik jullie laten zien wat ik heb gedaan. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie gaan doen bij kerst. Want ik ben wel heel benieuwd naar wat jullie gaan doen. Gaan jullie uit eten bij kerst? Of ik ben wel benieuwd naar. Ik kunt wel oliebollen halen van oud en nieuw. Je kan lekker koken voor kerst. Lekker eten maken, lekker iets warms. Lekker toetje, lekker soep kun je maken. Dus meer bezig om dingen voorbereiding bezig van de kerst. Soms ik het, ik ben nu al mee bezig om nieuwe filmpjes en foto's kunnen maken voor kerst. Kun je allemaal terugkijken op mijn kanaal. Ja, en onder mijn video, kun je bericht sturen wat jullie gaan doen. En kan je bericht sturen. Ik ga sowieso lezen wat jullie gaan doen. Ik ben wel heel benieuwd naar. Dus laat mij verrassen. Nou, en ik wil wel zeggen tegen iedereen, hele Nederland, wil ik jullie fijne kerstdagen wensen en geniet ervan wat jullie gaan doen. Makkelijke kerst van. Maak een leuke foto en stuur door naar mij. Dan ga ik iets leuks van maken voor kerst. Dus laat mij verrassen. Dus en volgende keer komt een nieuwe video. En dan ga ik moet nog eens bedenken wat. Maar volgende keer komt een nieuwe video. Als jullie meer weten van deze voorbereiding kerstvideo, ga naar YouTube. Jongens en meisjes. Als jullie meer weten van mij, van Chris Broekhuis, ga naar YouTube, kan leuk vinden. Jongens en meisjes, duimpje omhoog. Doeg!